De klap was enorm. Overal op straat liggen brokstukken. Er vlakbij het lichaam van het slachtoffer. De man overleed ter plekke toen hij midden in de nacht werd geschept door een auto. Maar de dader stopte niet en reed gewoon door. Dat vind ik helemaal triest. Dat is helemaal triest. Normaal mensen zou gewoon even stoppen en bel de politie en blijft er gewoon bij. Maar doorreden, dat is het laatste wat er is in het leven. Maar ja, het gebeurt toch. Pak je zo niet je verantwoordelijkheid? Nee, dat kan toch ook niet? Nee, dat kan gewoon niet. Net over de grens in Emmerich zien twee oplettende Duitse agenten even later deze auto staan. De zijkant is compleet kapot. Die collega's hebben zich entschlossen deze wagen te overproeven. Ze hebben ook een persoon aan het voertuig aangetroffen. Had zich als fahrer des wagens uitgegeven. En op navraag metgeteld dat hij problemen met het licht had. En zuvor een wildunfall op Nederlandse zijde gehad. Maar daar zetten de agenten grote vraagtekens bij. De bestuurder wordt aangehouden en vastgezet. Het gaat om een 32-jarige man met een Pools accent. Die nationaliteit is mij jetzt nog niet genau bekend. Ik weet aber, dat het eben een 32-jarige met woonsitz in Kranenburg is. Die personalien staan zweifelsfrei vast. Ob er jetzt Pole of Deutscher is, dat weet ik niet. En hij had geen drugs of alcohol in bloed? Nee, dat had hij niet. Dat is überprüft worden en dat kunnen we ausschließen. De politie heeft de hele dag onderzoek gedaan om bewijs te verzamelen tegen de man. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.